Liesje, ik woon met mijn mama in het bos. Dat is superleuk, maar de laatste tijd gebeuren er rare dingen. Mama zegt dat dat komt door het klimaatverandering. Verandering komt ook omdat de aarde opwarmt. Verwarming gebeurt door verschillende gassen. Slechte gassen die uit auto's, fabrieken en koeien komen. Door de opwarming van de aarde zijn er meer en meer branden in ons bos. En superhevige stormen. Eerst waaien alle bladeren weg en daarna zelfs het dak van ons huis. Vlug naar binnen gevlucht. Hallo, ik ben Liam en ik woon met mijn papa aan het strand. Het allerliefste wat ik doe is surfen. Het was hier super mooi en er zat veel vis in de zee. Meestal ging ik kort surfen en daarna wat rusten op het strand. Maar de laatste tijd is er veel plastic in de zee en op het strand. Deze plastic doodt dieren en zorgt mee voor de opwarming van de aarde, wat niet goed is. Mijn papa zegt dat deze opwarming verschillende gevolgen kan hebben. Een mogelijk gevolg is dat al het water hier zou verdwijnen en er enkel strand overblijft. Nee! Of nog erger, ik sta op en ons huis is overstroomd. Ah! Onze seizoenen kunnen zelfs helemaal veranderen. Dan lig ik te zonnen en begint het plots te sneeuwen. Huh? Wow! Vlug terug naar binnen. Hallo, ik ben Jelle en iedere dag trek ik de stad in om iets lekker te eten. Ze staan al op te wachten. Een lekker visje, een stokbrood. Wat zou ik nemen? Ik denk dat ik vandaag maar eens op restaurant ga. Goedemorgen, chef. Doe voor mij maar hetzelfde als altijd. Dit plasticje in mijn zak gooi ik maar even op de grond. Iedere dag heb ik meer en meer plastic door al mijn verpakkingen. Waar kan ik die nu nog gooien? Ik zal ze hier maar eventjes opzij storten. Ons plastic afval is overal en komt zelfs terug in ons voedsel. Door van alles te kopen in plastic verpakkingen, hebben we steeds meer en meer afval dat we niet wegkrijgen. Niet alleen onze zeeën en aarde, maar het zorgt mee voor een slechte verandering in ons klimaat. Met al die plastic zullen we binnenkort geen lekker eten meer hebben. Wat kunnen we hier samen aan doen?